En dat is dan een van de beste elementen die Roemenië al heeft voortgebracht. Andreea Raducan, de 17-jarige leerlinge van Octavian Belu. Het kleine drama van Sydney, zeg maar. Haar grote voorbeeld was Nadia Comaneci. En zij begon met een dubbele gehoekte salto. Het is duidelijk dat de atleten hier geen grote risico's nemen en hun allermoeilijkste delen even achterwege laten. Het seizoen is ook erg lang geweest, erg vermoeiend. Na de Olympische Spelen waren er dan nog de tournees. Ja, en dat wil zeggen weinig trainen, weinig slapen, veel verplaatsingen. Toch is dat bij de Roemenen minder invoegend. Dat is een ijzeren regime. Na de Spelen volgt even rust en dan is het weer keihard trainen, want deze Raducan heeft vorige week nog de finale van de World Cup gewonnen. Vraag natuurlijk, is dat wel zo goed voor de jonge meisjes? Maar ze brengen er in elk geval.